Na drie eerdere pogingen is de behandeling van de ontwerpwet collectieve rechten van de inheemse en tribale volken vandaag hervat in het Hoogste College van State. DNA-lid Ebu Jones presenteerde daarbij statistieken over de vertegenwoordiging van inheemsen in het dagelijks leven van Suriname. Zo zit er in het politiekorps slechts 2% inheemsen. Onder de leerkrachten gaat het om 5%, terwijl er in de rechterlijke macht geen enkele inheemse zit. Ook is er een ernstige ondervertegenwoordiging onder artsen in de leiding van het land. Jones roept de regering op beleid te formuleren waarbij inheemsen de mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Bent u ervan bewust, voorzitter, dat de aanwezigheid en die ontwikkeling van onze inheemse broeders op geen enkele manier kunnen wij zeggen dat het conform onze grondwet gelijke kansen worden gegeven aan alle Surinamers? En ja, ik hoor die regering al zeggen, ja, maar op Kwamalasamutu hebben we een school opgezet. Maar ja, hier hebben we iets gedaan en daar hebben we iets gedaan. Maar is dat een beleid, voorzitter? Jones vroeg zich af wanneer opeenvolgende regeringen gaan beseffen dat onze bossen beschermd zijn gebleven door de inzet van inheemsen, waardoor wij kunnen zeggen dat we het groenste land ter wereld zijn. Inheemsen voelen zich op dit moment niet gehoord en daarom vraagt Jones aan de regering om in overweging te nemen de positie van de inheemsen als eerste bevolkingsgroep. Het gaat om een nationaal vraagstuk, zegt Jones, en het maakt niet uit wie de wet afkondigt. Bij de inhoudelijke behandeling van de conceptwet zei het DNA-lid dat de inheemsen van oudsher niet geïnteresseerd zijn in de natuurlijke hulpbronnen als goud en diamant. Dus wanneer wij aangeven in een wettelijke bepaling dat die noodzaak van die natuurlijke hulpbronnen van belang zijn voor de integriteit van de mensen, hun leef- en woongenot en hun culturele beleving, dan plakken we iets op aan de mensen wat de mensen zelf niet van bewust zijn. Omdat voor de inheemse is het bos heilig. En het bos wordt juist gebruikt ter standhouden van hun leef- en woongewoontes. En niet de natuurlijke hulpbronnen als hoe wij dat willen definiëren in die wet. De definitie voor natuurlijke hulpbronnen, zoals opgenomen in de conceptwet, zal volgens Jones hemelsbreed verschillen met het decreet mijnbouwrechten. En daar moet voor gewaakt worden. Waar NDP-parlementariër Ebu Jones in zijn relaas de nadruk legde op beleid, vroegen andere parlementariërs naar de garandering van de zekerheid waar de inheemsen en Marons naar op zoek zijn. VHP-parlementariër Henk Afiankooi benadrukte dat de mensen in het binnenland ervan verzekerd willen zijn dat ze een goed bestaan kunnen hebben waarbij de natuur hen voorziet in hun dagelijkse behoeften. Afiankooi pleit ook voor gelijke kansen voor de mensen in het binnenland. In de zin van de manier hoe ze leven, een leefcultuur, ja, waar ze jagen, waar ze vissen. En hij gaf me aan, Brada Luku, als al die bomen gekapt worden, goudwinning, vergiftiging in de rivieren, wat je krijgt dat die dieren wegtrekken. De mensen die van zangzoeken houden, weten het al hoe moeilijk het nu is om een gele bek te vangen. En hij gaf me dat aan, zei, kijk, dit willen we, een stukje zekerheid. Kijk, het verschil in ontwikkeling tussen de stad en wij hier, alles is duurder hier in het binnenland. Dat stukje zekerheid willen zij. Ik ben althans geen voorstander van een verdeeld Suriname of een staat in een staat. Maar dat stukje zekerheid, ik probeer hier een beetje nuchter te zijn, meneer de voorzitter. Om niet politiek te schoren. BEP-parlementariër Ronnie Assabina benadrukte dat het misschien erop kan lijken dat bepaalde natuurlijke hulpbronnen de inkomstenbron is van de mensen in het binnenland. Echter is het juist zo dat de natuur de bron is van het voortbestaan van de mensen in het binnenland. De natuur is de bron
voorzitter, van het voorbestaan. De natuur is een supermarkt, voorzitter. De natuur is een apotheek, voorzitter. De natuur is belangrijk voor hun mobiliteit. En zo zou ik door kunnen gaan. Dus die zaken moeten ze wel kunnen gebruiken. In de afgelopen periode hebben diverse maatschappelijke groepen gewezen op het belang van de behandeling van de wet collectieve rechten in inheemsen en tribale volken. Zowel Maron als inheemse organisaties zijn van mening dat het nu tijd is dat hun grondenrechten worden erkend, waardoor hun leef- en woongemeenschappen in de toekomst beschermd zijn.